Ja, we zijn er weer. Hallo. Hey, hallo. Nou, Nou. het is weer even een stukje verder. Oh, er staan daar nog twee pallets. Ja, een paar meer ook nogal verderop. Wat is Oh dat nee, dan? dit weet ik niet. Massa, runners. Naturel chips. Oh ja, zwaar ja. En Dat staat het zit daar hier ook nog. nog? Nou ja. Palet. Prima, chips. Chippy, lekker. Staat er hier nog in? Vierkante baal. Van dat gras. En nog. Kunnen deze niet hierin dan? Kuilvoer. Palet. Vulbare palet staat erin. Zo. Er staat één vulbaar palet in. Hop. Ja, klopt. Wat is dat? Een leeg Weet ik palet had niet. ik. Denk het, nou, dat is jouw testpalet. Ja, leeg. Oh. Nee, 280 kilo. Gaat nog nooit zoveel. Maar zit er niks in. Het zal wel. Dat schuiven Moet je moet. daar nou weer mee? Gewoon erin halen. Huppla. We gingen een stukje combinen. Yes. Velde 7. Nou, ik ga dat ding opslingeren dan. Beetje draaien. Dan rijden we de poort aangehard. Ja. Karretje erachter. Koppelen. Maar hij gaat niet erop zitten, hè? Ik had Wat? hem geen toetert. Nee. Laat eens kijken. Het is aan het regenen. Volgens mij. Nee joh, echt. Oh, klein beetje zeker. Ja, weet niet of aan me kunnen oogsten. Nee, dan komt er weinig af. Wat is de weersverwachting? Weet niet. Geen idee. Dan moeten we eens even buienradar raadplegen. Even kijken, dan inderdaad wel. Regen, 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 regen. 10 uur is het droog. Ziet ook weer niet op. En Ja, ik kan het proberen, maar ik weet niet wat er eraf komt. morgen is het ook droog. Rijd ik deze kant op, dan moet ik hier wel wezen. Ja. Oh ja. Dan zijn onze eigen velden allemaal ingezaaid. Ja, goed is wel. Ja, maar wel. Ja, anders moet de dag doen, hè? Tussendoor. We gaan eerst. De dag is toch al voorbij. Hoe laat is het licht? Ja, dat wordt een heel rare. Lukt net. Wat wordt dat? Nou, nee, ik pakte net de bochten en ik kon niet meer sturen. Ik reed er door. Gaaf. Gelukkig niet ernstig, maar toch. Hé, het is droog. Oké. Ja, heel de dag zon. Oké. Zag ik op buienradar. Oké. Stroo af of niet? Ja.
Oh, moet ik even aanzetten. Niet. Doet dat nou wel? Volgens mij wel. Ja, ja. Oh, dan kunnen we een pakje pers van doen. En je pakt je pers bij? Nee, ik kan. Oh, moet ook hem. Ja. Afkoppelen. Nee, ik heb er zin in. Ook. Meet op werk nog lekker druk. Ja, voor mij ook. Oh, echt ook al. Yes. Bij een beun of bij thuis bezig? Nee, gewoon om een zaakje. Altijd werk. Altijd. Als het niks repareren is, dan is het wel weer iets anders. Slopen. Ja. Ja, het is repareren of slopen? Is er naar een storing geweest? Is de computer gerepareerd voor iemand? Ja, ik zeg, dan moet je even goed meten op die en die. In die componenten of die nog goed zijn. Maar ja, zo'n computer gaat niet zomaar kapot. Maar ja, het is een beetje een lastig voertuig en weinig kennis van, dus toen vroeg ze of ik dat wou komen doen. Ah ja. Nou ja, dat is goed. Dit zijn mijn tarieven. Ja, het is niet anders. Moet maar. Ja, dan heb je geen keuze. Dus, nou. De keuze is reuze. Maar even erheen rijden dan, hè? Ja, zolang in de Groningen is dat we gaan. Nee, het was wel een 2,5 uur rijden ongeveer. Dus, ja, 2,5 uur rijden. Ja. Niet normaal, joh. Nee. Mama, ze ben zo zot. Ja, werk is werk. Dat is goed verdiend is. Ja hoor. Ah, je rekening zeker of voorrijd kost. Ja. Zeker als je zo'n zoiets hebt. Ja, als ze zeggen van nou ja, dan moet het bij jou terechtkomen omdat jij het misschien wel kan en een ander niet. Nou ja, dat een beetje. Heb jij zo'n karretje voor mij erbij of niet? Ja. Ik ken die nog staat hier, maar. Ik ze bijna vol, joh. Er is geen trekker bij. Ja, dat is dat, ja. Ik wist toch niet hoe jij ging rijden, dus. Nee. Niet over de weg. Maar ik weet ook niet wat er gebeurt als ik nu afkoppel. Maar ik zal wel even een. Stop vanzelf. Extra trekker halen. Dank nou. Nee, maar ik zit nu zo goed als vol. Hey, kijk, met die plaaien die dingen. Ja, zeker. Oh, ik ging er voorbij. Even tap. Nou, ik sta aan te wachten, hè? Yes. Als je mij zoekt, ik zit te wachten. Ik kom met een hele brute trekker. Maar wij hebben het ook lekker druk, gewoon. Ja. Zoals gewoonlijk in de winter. Ja. De winterstop. Oh ja. Alles uit elkaar, alles van elkaar, alles. Ja. Is er dan ook niemand? Of? Nee. Het park zit 40% nog vol. Ruim. Oké. Okay. Maar we hebben ook vaste woningen of langhuur. Ja. En dat scheelt wel. Precies. Maar die moeten dus allemaal. Ja, niet alle lang. Ja, alle langhuur die moeten gaan verhuizen. Omdat er nog keukens geplaatst moeten worden. Oh ja. Oh, eenmaal aan de andere kant. Mooi wezen. Oh, ja, geen kar.
aankoppelen. Ja, bijna. Nee, die moeten verhuizen naar een andere bungalow en dan kunnen we die daar hun nu in zitten. Daar zitten ze nu al 2 jaar in. Die moeten nu opgeknapt worden. Ja. Die dan moet dus even tijdelijk inderdaad. Nou, die moet blijven. Ja hoor, na een korte onderbreking ben we weer terug. Dag Rattie. Zo is dat. Oh ja, wat ik nog vergeet. Mankementen. Wat ik nog vergeet, hè? Dat is heel belangrijk. Oh, een hele rare slinger. Sorry. Ik was even niet met mijn gedachten erbij. Niet. Had je wel gedachten? Welke kant ga je op? Ik wil even de koppakker eentje langer maken. Ja. Dat is hier wel handig. En dan straks kijk ik naar de andere kant en dan doe ik er ook weer eentje. Dan wil ik gewoon de lengte pakken. Oké. Maar zeg. Ja. We zitten ondertussen op de 139 abonnees. Ja. Dus dat gaat lekker hard. Dus iedereen die dat dan doet, bedankt. Iedereen die het nog niet gedaan hebt, niet bedankt, maar doe het alsnog. Ja, dat zou leuk zijn. Kost niks. Kost niks. Het is gewoon lachen. Hier brullen. En het helpt ons. Ja, we willen groeien. Dat is wel leuk, ja. Ik ga eerst. En ja, reactie onder de video geven, mag altijd. Zijn we niet tegen? Nee. Of je moet het niet willen, dan doe je het niet. Maar we hebben wel meer views als abonnees inderdaad. Ja, er wordt meer gekeken dan abonnees. Dat zie ik dat ook wel terugkerende kijkers. Ik kan dat nou, inzien. De analyse. Dus ja, we zouden het op prijs stellen dat iedereen een beetje abonneert. Die kan, die wil, die moet niet. Mag wel. Hey, pas je op voor mijn bumpert. Mm-hmm. En moet op dat niet alle stof in je grill gaan zitten. Hè? Straks dan loopt die vast. Dit is maar een vent, hè? Oh, klaar. Uh-oh. Zo ben jij. En wat dat nog kan is natuurlijk nog bij de fanserver van Discord komen kijken. Daar zie je alle nieuwe video's, daar zie je alles wat je maar wil. Enzovoort, enzovoort. Ja. Natuurlijk, we hebben Facebook, Instagram, TikTok. Noem maar op. TikTok ook. Ja, we proberen overal wat bij te houden, maar soms is het wel een beetje veel werk om alles bij te kunnen houden. Eigenlijk is dat gewoon niet te doen. Ja. Hobby, hè? Niet. Oh, je hoeft niet te ver om de hoek te zetten, oh, ik zit bijna vol. Mm-hmm. Ik zit op 86. I know. You know? Who know you da? Zal ik hem eerst even leeg prutsen? Ja. Kom, psycho's, hè? Zo had ik dat bedacht en het komt nog uit ook. Ja, ik zat op 90. Dus dat had nog ingekund, maar alle beetjes helpen. Lekker bezig, joh. Zeker. Ja, dat is mooi, en dan knal je hem zo meteen naar voren. Los je nog een keer. Dan zit hij vol. Die vol? Ja, heel goed. Dan gaat hij. Yo, yo, yo. Joho. Sissi. Kom, zie, kom, zo. Druk hoor. Ja, je maakt het mee hoor. Ja.
ben ik gisteren onderweg naar huis. 's Avonds. Met tegenwind. Op de vluchtstrook. Ja, ook. Kom ik op de vluchtstrook in één keer een klant van ons tegen, een vrachtwagen. Wielen eraf gelopen. Veld kapot. Lekker weer om bezig te wezen. Half velg kwijt. Band tussen de remklauw. Oh. Andere band met velg, compleet voetsie. Ook nog. Wielmoeren voetsie. Dus ja. Dat was enkel rit even naar de garage en daar even op de brug. Ja, maar zonder wielen. Dat ging niet, ja. Ja, gewoon doorslepen, joh. Maar goed, dus ik heb even... Mijn collega die was al onderweg. Dus snel even de trailer eraf. En hoe noem je het? Omgekoppeld. Ja. Yeah. Die auto in zijn sper. Lift als naar beneden. Ook vluchtstrook heel zacht. Dichtst bij een afrit gepakt. Dan kost het weer veel meer natuurlijk voor de wegafsluiting. Ja, natuurlijk. Het was al niet zo erg super op de weg. Zo, ja. Gevaarlijk hoor, in een bocht. Een bend ook, hè, met die tunnel nu dicht. Zo, ja. Dat is echt niet normaal. Ik snap niet dat ze dat kunnen doen. Hoe hebben ze het ooit kunnen verzinnen? Ja, joh. Doet het dan kant voor kant en leidt alles door die berm heen. Dat hebben ze toch niet voor niks allemaal gemaakt. Er zitten van die barriers tussen, ja. Ja, maar ja, ze moeten natuurlijk weer in links en rechts tegelijk hobby of zo. Ik weet ook niet of we dat dan nog met elkaar te maken hebben op dat moment. Nou, weet ik ook niet precies natuurlijk. Ik weet het niet wat ze aan doen zijn. Is die kipper vol? Nou, ik was leeg, dus ik weet niet of er nog ruimte in zit. Ja, dus breng maar weg, want er zit hier om de hoek. Bij, volgens mij, bij Johnson's Farming Market. Ja, maar je was nu leeg. Ik ben net weer gelost daar. Overvoeren graan zuid, dus hier onderaan gelijk. Nee, ik kan er nog een paar kilo bij zeker, of... Ik zal proberen dat je niet stilvalt. Oké. Ik zit nu op 24%. Daarom. Dus ik ken nog even. Even gaan die balen opruimen. Ja, och, als ze die koppakker weg zijn, vind ik het al belangrijk zat. Ja, daarom. Doen we straks de rest gewoon samen weer. Oh ja. Ja, joh. Maar als het paard is klaar, dan is het weer gestoken. Procent heb je nou? 40. Dus als ik voor terug ben, zit ik op 80, als het goed is. Zo, dan moet ik naar voren. Dan kan ik natuurlijk die andere nog afvullen. Ja, maar dan zijn we te laat. Ja, jij kan het niet rijden om dan een kar erbij te halen natuurlijk. Uit. Anders breng ik straks de keeper wel weg, hoor. Dat maakt ook niet uit. Oh, dat kan ook. Doe even persie. Ik dacht, doe het zo, want nu ben ik er. Ja. Pak ik die laatste baal hierop. Op die kar hier af. Zo. Hop. Even twee meter opzij. Achteruit, kipper eraan en gas erop. Ja. Kan. Het kan. Je hoeft enkel die bult maar over. Je hoeft enkel die bult maar over. Ging ze het eind van de bult mooi lossen. Ja. De laatste. Oh ja, de laatste, hè? Ja, uit de silo's. Even kijken hoeveel wij moeten lossen. Twee kippers. Oh. En waar is Harry?
51%. Dat gaat wel goed met zo'n helper dan, die katoen. Jawel, jawel. Die katoen die knipt er wel af hoor. Die hoef je ook niet te lossen, maar die gooit die rollen gewoon neer waarschijnlijk. Zijn die grote baal, die vierkante. Ja, dat bedoel ik. Die legt hij gewoon elke keer neer en dan gaat hij weer verder. Vierkante? Ja, die hele. Er zit in de vrachtwagen er eentje, zit gelijk vol. Oh, ik dacht, heb je een andere machine als de vorige keer? Ja. Oh. Nou, we hebben even gekeken naar de huurprijs en de koopprijs en zo een beetje vergeleken. En ik denk van, er zit toch een helper op, dan is dit het voordeligste. Ja, zo ja. Want de breedte scheelt maar een paar meter van de oogsten. Dus daar zat niet de winst in direct. Nee, precies. En ik heb hem weer vol. Ik ben bijna leeg. Mooi. Ja, ik ben leeg. Voortgang gaat ook goed. Je kan niet tegenwoordig zo recht rijden, want die spreeuwen staan aan de kant. En ik heb een stotter op de lijn. Een wat? Stotter. Nee, toch? Klein beetje. Maar wat zei je als je daar? Hoe zei je dat? Ja, zie je wel. Stottert wel. Ja? Veel. En als ik harder praat? Dat ga ik. Ik kan het wel volgen, maar soms ook niet. Het is heel wisselend. Oké. Okay. Ja, dat geeft. Hoor je mij wel eens luid en zuiver? Jazeker. Ja, en de retour is gewoon heel slecht. Ja, nog een week. Oké. Okay. Dan gaat de stekker eruit. En van iets anders erin. Ja. Stekkertje wisselen. Ja. Ah. Was er helemaal klaar mee. Nou ja, fijn dat het plot kan. Precies. Maar als ik hier zo naar verhuis van de studio. Dan ga ik de UTP-kabel allemaal vervangen. Oké. Okay. Ook die naar het dak toe loopt, naar de antenne toe. Ja? Dan wordt het allemaal kat 6. Oh ja. Dat is het nu net nog niet. Dat is het nu dan gewoon kabel. Ja. Kat 5. Ja, misschien 5, maar meest gewoon. Ja, zo ja. Maar dan wordt het, nu ligt het ook tijdelijk gewoon hier op de vloer. Maar dan wordt het gewoon officieel direct naar boven toe. Ja. Kat 6E. Wat zei je? Kat 6E of niet? Weet ik nog niet. Ligt er dan. Ik weet niet wat het, is dat weer nog nieuwer dan gewoon kat 6? Het is afgeschermd. Oh, afgeschermd zelfs. Ja, die moet je eigenlijk pakken voor jouw toepassing. Oké. Okay. Best kans. Ik ga dat gewoon uitzoeken. Wat zover is. Ja, het moet niet te duur worden. Ik denk, bijvoorbeeld, ik heb voor mij een keer nog een hele doos high-speed kabel staan. Oké. Okay. Volgens mij nog beter als 6E zelfs. Oké. Okay. Volgens mij zit daar nog best wel veel op, want het is best wel duur. Ja, zeker. Dus, het geven is niet weg. Als ik het vergeet, dan moet je me maar even een keertje bellen of zoiets. Dan kijk ik er even voor. Dat is altijd goed, hè? Je moet gewoon zeggen wat het kost. Nee joh, dat is dan heel. Maar, want zo heel gek veel meters heb je het ook niet nodig dan. Hij moet natuurlijk vanaf de ene hoek van de kamer. Mm-hmm. Onder door de vloer naar de andere kant van de woonkamer. Dan naar boven toe. Ja. En als ik boven ben moet ik nog helemaal verderop naar de andere kant van het huis. Dus je gaat eigenlijk een U maken dan? Nee. Oh, nee, ik snap het, ja. Beneden gaat hij de halve woning diagonaal en dan naar boven toe, door de meterkast. En dan gaat hij weer een halve woning verder. Ja, zo, ja. En de antenne die op dak staat, die moet nog dan met zo'n kabel aangesloten worden naar beneden toe. Ja.
Maar die moet gelijk ook zo lang worden dat hij dus de router in de meterkast terecht kan komen in de toekomst. Oké. Of ik doe het direct, dat kan ook nog. Dat die kabel lang genoeg is. Ja, maar die antenne is los dan. Die functioneert enkel maar met een UTP-kabel. Met een UTP? Ja. Maar wat is het er een kastje nog aan? Binnen de router, buiten de antenne. Ja, maar dat is een modemrouter dan. Ja, in feite wel, ja. Ja. Dan moet je toch eigenlijk je antenne zo kort mogelijk houden. Ja, maar die antenne, die kabel, die is een UTP. Ja. En buiten is eigenlijk de modem. Ja, precies. En binnen dan is de router. Ja. Als het dan hoge snelheidskabel is, wow, maakt uit. Ja. Precies. Dan durf ik wel een lange kabel op te leggen. Ja. Maar eigenlijk staat hij nu bovenop de kast in de kamer. Dat vind ik dan niet zo mooi. Dan denk ik liever in de kast aan de andere kant. Ik snap het helemaal. Maar zover is het nog niet. Nee. Ik ben nu boven voorzieningen aan het treffen. Is het nieuwe deel buiten klaar? Nieuwe deel buiten? Ja, binnen buiten. Aanbouw. Nou ja, daar moet nog één wand gebeuren nog steeds en nog een plafond erin. Ah ja. Maar mijn prioriteit ligt nu even boven bij de overloop. Kamertje. Ja, dat is zo goed als kamertjes klaar. Mooi. Maar nu ben ik nog bezig met toilet. Aan het bouwen. Oh ja, want dat dacht je boven ook niet, hè? Nee. Ik ben nu aan het bouwen volop. Dat is handig, ja. De wanden staan allemaal. De spoelreservoir staat er ook al. Ik ben bezig met de leidingen en alles. Ja. Morgen gaat het water erop om te testen. Ah ja. En dan, als dat kan, werkt, dan nog een paar verwarmingsleidingen erin. Maar die komen precies onder die wc naar boven toe. Vanaf beneden. Dus ik moet je alvast voorbereiden dat die alvast boven liggen. Ja. En als dat dan er ligt, dan kan de plaat voor de stortbak van de wc. En als die ervoor zit, kunnen tegels erop en dan kan dus alles afgemonteerd worden. Ja, dan gaat het opschieten, ja. Bij de wc die staat terecht boven de meterkast, zo wat dan? Nee, boven een trap. Oké. Irritant hè, om zo'n dikke pijp naar beneden te gaan. Nou, dat ging eigenlijk best wel op. Ja. Ik heb er ook ruimte voor, dat scheelt. Dat scheelt een heleboel. Ik kwam toch vanaf de buitenkeuken, kwam hij naar boven toe. En dan komt hij direct op de plek waar hij moet wezen. Ja. Dat viel wel mee. Ja, blijft een grote verbouwing. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En dan in die hoek erachter komt dan mijn de man cave. Oh ja. Dat zover is dan. Nou, dan heb ik een studiootje hier. Ik weet dat we alleen zitten waarschijnlijk, maar. Ja, dat maakt niet uit. Ik maak het wel voor elkaar, denk ik. Zo is het. Jouw kennende wel, inderdaad. Het wordt grondig aangepakt, hè? Ja. Op CRP's, hè? Alles of niks. Ja, gelijk grondig. Op werk doen we niet. Nee.